Ik voelde dat dat het niet genoeg was voor mij. Er moest een groter, een creatiever en meeslepender leven komen. Hij was succesvol aardappelverkoper, kreeg toen een droom en nu is hij succesvol kunstenaar en verkoopt hij voor miljoenen wereldwijd. En dat is mijn gast, Bram Reinders. Bram, vaart welkom. Ja, dat is wel heel erg in een nutshell. Helemaal bij het begin beginnen, maar jij verkocht echt aardappels, hè? Ja, met heel veel plezier. Ja? Ja, ja, dat deed je goed. Ik werkte voor een onderneming en ik was een jonge gast van mijn 22e tot mijn 27e. En daar was ik als een razende, ging ik door Europa en verkocht ik voorgekookte aardappeltjes. Was je topverkoper? Toen wel. En toen kreeg je een droom? Ja, het was leuk, maar ik voelde dat het niet genoeg was voor mij. Er moest een groter, en creatiever en meeslepender leven komen. En ik had een droom dat ik naar een tropisch oord ging. En dat ik een nieuwe versie van mezelf ging ontwikkelen. Dat droomde je echt? Ja. Zo. En toen werd je wakker en toen? En toen werd ik wakker en toen, die droom was zo, dat was echt een droom, een wake-up call. En toen, toen heb ik mijn baan opgezegd en ben ik naar Schiphol gegaan. Ticket gevonden naar Rio de Janeiro voor dezelfde dag. Toen dacht ik, that's it, daar moet ik naartoe. Dus jij naar Rio? Serieus. En wat zei je baas trouwens? Die vond niet blij, die was niet blij, wel? Nee, maar die was niet heel verrast, want ik stond al jaren te popelen om iets voor mezelf te beginnen. En het was zijn kwaliteit eigenlijk dat hij mij een paar jaar daar had kunnen houden. Ja, ja, dat tegengehouden. Wist je dat, was dat altijd al bij jou aanwezig, dit gevoel? Dat soort van theatraal gevoel van er moet iets groots gebeuren of zoiets? Ja, ja, zeker. Ik wilde eigenlijk altijd artiest worden. Toen ik 11 was, ging ik naar de toneelschool en toen zag ik de mensen in de rij staan om auditie te doen. En toen heb ik tegen mijn moeder gezegd, ik ga eerst zakenman worden, want dit past niet bij mij, dit toneelschool. Ik ga eerst zakenman worden, dan bouw ik mijn eigen theater en daarna zorg ik zelf voor dat de mensen komen kijken. ja, goed. En toen die droom en je landt in Brazilië, had je een plan? Nee, ik had geen plan. Maar je had de droom gehad, dus je denkt, nou, laat maar gebeuren. Ja, ik ben gaan rondreizen en genoten van het land, zullen we maar zeggen. Uh-huh. In al zijn vormen. Ja. En flink allerlei dingen bekeken, ideeën opgedaan. En op een gegeven moment kwam ik in een klein plaatsje in het noorden van Brazilië. En toen zag ik een schilderij waar ik verliefd op werd. Zo verliefd dat ik echt stond te stuiteren. En ik had het gereserveerd en de dag daarna kwam ik terug om het te kopen. En toen was het verkocht aan iemand anders. En toen ben ik echt ziek geworden. Liefdesverdriet. En toen dacht ik, hé, dat is te gek. Als kunst dat met mij kan doen, dan ga ik in de kunst. Dan ga ik mijn leven wijden aan de kunst. En zo werd de droom eigenlijk bewaarheid. Of tenminste, ja, in zoverre dat daar het soort momentum is gecreëerd waarvan je denkt van, dan ga ik dat doen. Ja, maar dat was zeker verbonden aan mijn gevoel dat ik artiest was. Dus het was niet willekeurig. Ja. Maar dan word je niet zo. Dat is een heel proces geweest. Daar kunnen we uren over praten. Want je hebt je opgesloten en je bent gaan schilderen of zo? Ik ben in de jungle getrokken. 300 lege canvassen meegenomen. En dan ben ik toen gaan schilderen als een beest eigenlijk. Was mooi? Nou, het was enthousiast, zullen we maar zeggen. Inmiddels heb ik wat meer kennis van zaken. En ik denk dat ik een erg enthousiaste, beginnende kunstenaar was. En als we even met 7 mijlslaarzen naar nu stappen. Hè? Want je bent nu fulltime kunstenaar. Maar dat niet alleen. Je hebt een galerie. Of 2 eigenlijk al. Nou, of meerdere al. 2 in ieder geval. Ja. Vertel eens, waar sta je nu? Even met 7 mijlslaarzen naar vandaag. Ik maak kunst. Dat wordt wereldwijd verkocht op 6 continenten. Afgelopen jaar een grote show in Johannesburg gehad. En dat betekent dat ik nu dus kan zeggen dat ik global artist ben. Ja. En dat was ook eigenlijk altijd wel een beetje de insteek. Ja. En ik heb shows over de hele wereld. Dit kwartaal komt Londen, New York, Berlijn, Keulen heb ik shows. En je showt niet alleen, je verkoopt ook? Ja, ja, die shows die zijn wel echt redelijk gedreven op verkoop. Ja. Anders is het niet te financieren, eerlijk gezegd. Ja, ik denk 2019 heb ik voor 5 miljoen euro aan kunst verkocht van mezelf. Daarnaast ben ik eigenaar van een galerie. Ik heb een galerie in Eindhoven, een grote galerie.
annex kunstuitleen. En in Amsterdam op de Van Balenstraat heb ik net een galerie geopend. Ongeveer tegenover het Stedelijk Museum. Waarom zeg je dat? Ben je daar ooit in? Dat lijkt me leuk als ze me uitnodigen. Ah. Ik denk dat nu totaal een utopie zou zijn. En hoe dat in de toekomst gaat, weet ik niet. Ik merk wel dat er in de kunstmarkt allerlei laagjes zitten. En dat die zeer elitaire linkse, zo ingewikkeld mogelijk doende kunst, dat niet mijn cup of tea is. Hmm. Wat is jouw cup of tea wel? Beschrijf jouw kunst eens. Ik begin met billboards. Dus ik zoek stad en land af naar dikke lagen, opgekrulde billboards onder viaducten. Steden altijd ziet hangen. Ja. Maar dan niet 5 velletjes, maar echt als ze honderden lagen dik zijn. Dus ik heb ook scouts in diverse steden. En als ze dik genoeg zijn, dan ga ik naar plekken toe met een vrachtwagen. Trek ik ze van de muur af. Dan word ik echt een beest. Ik weet hoe die dingen scheuren. Ik zie ze hangen. En er gebeurt iets met mij als ik ze zie. Want ik weet wat echt mooi materiaal, wat dat voor mij betekent in het atelier. Dus ik haal die dingen van de muur af, die neem mee naar mijn atelier. En daarin ga ik scheuren, hakken, branden, schilderen. Ik verwerk daarin mijn eigen fotografie. Ik reis veel, dus ik reis door steden. Ik kom net bijvoorbeeld uit Los Angeles. Daar heb ik mijn jetlag elke nacht gebruikt om op straat beelden vast te leggen. En als je dan 's nachts in Los Angeles over straat gaat, dan is er vrijwel geen hond. En je ziet alleen maar neon lights. Ja. Nou, dat kan ik heel goed gebruiken. Dus dat soort images gebruik ik in mijn beelden. En die verwerk ik op die billboards. Nou, dan, wat ik zei, hakken, breken, scheuren. Dat gaat er soms redelijk ruig aan toe. Ik ben ook zeker niet een fijn schilder, zeg maar. Het is heel urban, stoer werk. En dat vind ik, dat past bij mij. En het past ook in mijn optiek bij de tijdsgeest. En je uiteindelijk krijgt het een soort lak, want het heeft allemaal een soort glans. Het is een soort laklaag of zo die je eroverheen doet? Of? Uiteindelijk komt er een aantal dikke lagen epoxyhars overheen. En dat maakt het allemaal heel shiny. Dus er zitten eigenlijk allerlei contrasten in. Van heel ruw naar heel shiny. Ja. Van heel kinderlijk naar vergankelijk. Het is glad en het is robuust. Dus het zijn allemaal contrasten die het werk maken. Het is provocatief, maar het is ook heel... hoe noem je dat? Is het ook met een knipoog? Want je hebt niks, want ik heb je werk gekeken, het heeft wel iets joyfuls of zo. Hè? Er zit een brutaliteit in, maar het is ook wel, voordat we nou als linkse kunstgaleriehouders gaan praten... ik ben natuurlijk in je galerie geweest. Het heeft ook iets... Laat ik het in de vraag stoppen. Wat wil je met je kunst vertellen? Of wil je iets vertellen? Ja, nou, ik ben op de eerste plaats gedreven door het proces. Ik geniet ervan om het te maken. Heel ambachtelijk. Ja, het is echt een ambachtelijk, langdurig proces. Maar ik geniet daar op de eerste plaats van. En dat visuele aspect, dat blijf ik heel belangrijk vinden. Daarnaast moet het natuurlijk ergens over gaan. Ik ben zeer, kun je wel zeggen, geëngageerd over wat er in de wereld gebeurt. Mm. Dus er zitten altijd wel hints in naar de politiek of de commerce, brands, dat soort zaken. Maar dus niet echt met een verheven vingertje of zo. Dus maar is het licht ironisch? Want je hebt een paar van je werk, je hebt ook een show gedaan die heette No More Bla Bla. Ja. Is het ook een beetje van jongens, lul allemaal niet zo uit je nek en dit is het gewoon? Ja, dat is zeker onderdeel ervan. Ja, ik denk, we leven in de tijd van de post-truth. Ja. De woorden hebben hun waarheid verloren. En die show No More Bla Bla, die gaat dan ook over van... ja, laten we maar gewoon actie zien, want woorden hebben geen zin meer tegenwoordig. Nee. Je bent best wel... je carrière gaat hard, mag je gewoon zeggen. Je bent veel in het nieuws de laatste tijd. Je verkoopt, nou, je zegt net vorig jaar voor meer dan 5 miljoen. Zal 2020 niet minder worden, heb ik zomaar het idee. Wat is je doel? Mijn doel is elke dag beter worden. Daar geniet ik van. Je ziet terwijl je bezig bent, zie je het product groeien. En dat is eigenlijk voor mij het grootste plezier.
En verder wil ik gewoon het beste uit mijn kunstenaarscarrière halen. Maar dat moet ik echt doen vanuit mijn atelier en vanuit mijn, ja, vanuit mijn persoon. Dus ik wil niet een extern doel eraan hangen. Ik moet gewoon zorgen dat ik het beste elke dag geef. Ja. En dan zal de markt zal uitwijzen waar ik terecht kom. Als ik mag kiezen, wil ik graag een cultuurdrager en een gerespecteerd groot wereldkunstenaar zijn. Ja. En hoe bereik je dat? Ik denk door hard te werken, maar ook door goed je partners te kiezen. Door ook te zorgen dat je inhoudelijk de tijdgeest aanduidt. En als je dat, ik denk als je dat goed doet, dan ga je over deze tijd. En dan ben je een relevante kunstenaar. Ja, ja, ja. Hey, en commercie is daar onlosmakelijk mee verbonden, hè? In mijn optiek wel, ja. Ja. Wat vind je ervan dat sommige kunstenaars of andere mensen die misschien zeggen van ja, maar dat hoort niet, dat mag niet, dat is vies? Dat moeten zij lekker zelf weten. Daar heb ik geen problemen mee. Nee. Sterker nog, is het belangrijk dat het ook commercieel, is dat commerciële van belang? Of hoe is dat van belang? Nou, ik leg net uit dat ik echt werk op basis van elke dag stappen vooruitgang maken. Nou, dit is een ondernemerskanaal, dus veel ondernemers zullen herkennen dat je in je bedrijfsvoering elke dag probeert zaken te verbeteren. Nou, dat is niet anders. Voor mij is zeg maar bedrijfsvoering plus een stukje magie. Ja. Er zit een stukje onvoorspelbaarheid in het proces. Maar die vooruitgang kun je alleen maar boeken als je omzet maakt. Het proces is kostbaar. De leercurve, soms ben je tijd met iets bezig wat helemaal niks wordt. Dat moet je allemaal kunnen financieren. En dat doe je uit verkoop. Ik krijg geen subsidie. Dus het is alleen maar verkoop die mijn proces bekostigt. Hoe ziet je team eruit vandaag de dag? Ik bedoel, dat doe je niet meer in je eentje, toch? Nee, ik werk op verschillende manieren met mensen samen. Dat is het productieproces heb ik hulp. Ik heb een groot atelier. Ik hou me uitsluitend bezig met het creatieve deel van het werk. Productiematig of procesmatig of technisch werk, dat doe ik niet. Nee. Dus ik heb iemand die snijdt alle achtergronden uit aluminiumplaten. Want die billboards die moeten op een aluminiumplaat verlijmd worden om het goed stevig te maken. Er is iemand die epoxy eroverheen doet. Dat is een heel lastig proces. Dat iemand anders beter onder de knie heeft. Dus zo heb ik eigenlijk allerlei partijen waarmee ik samenwerk, die mij ondersteunen. Waar ik altijd de laatste. Ik doe altijd het creatieve en het afmaken van het werk. Sommige voorbereidingen doen anderen. Jij werkt voor je marketing en communicatie veel samen met influencers, bekendere mensen. Waar jij mee samenwerkt om je product en je galerie en zo te promoten. Ja. Werkt dat en hoe ziet zo'n samenwerking eruit? Nou, dat werkt bijzonder goed. We zoeken dit soort samenwerking op basis van een echte klik. Dus we hebben een aantal bekendere Nederlanders die een klik hebben met het werk. En als dat zo is, dan is er een leuke samenwerking mogelijk. En ik moet zeggen dat dat wel invloed heeft. Ik denk dat het product heel visueel is, heel mooi vormgegeven is. Waardoor mensen ook als ze het zien in de kamer hangen bij een bekend iemand, dat het dan zijn effect heeft. En is sowieso als gaat om marketingcommunicatie, want jij bent heel actief online. Hè? Is het vandaag de dag als kunstenaar sowieso van belang dat je snapt hoe dat online spel werkt? Ja, voor mij geldt dat wel. Ik kan echt niet voor andere kunstenaars praten, want er zijn heel veel verschillende patronen. En ik zie kunstenaars die al hun werk aan een galerie geven die alles voor hun doet. Ja. Nou, ik heb het allemaal in de hand. Ik ben galeriehouder en kunstenaar. En daarmee heb ik mijn eigen artistieke vrijheid ook bevochten. En dat is voor mij heel belangrijk. En voor mij is het kunstwerk eigenlijk pas af als de klant gevonden heeft. Dus dat proces geheel, daar hou ik de regie over. En dat vind ik relevant. En daar is promotie absoluut een essentieel onderdeel van. Maar is het ook commercieel handig dat je eigen galerie hebt? Omdat, ik weet niet precies hoe de businessmodellen met galerieën werken. Want het scheelt je waarschijnlijk ook flink geld. Als je met externe galeriehouders werkt, dan ben je natuurlijk een gedeelte van je opbrengst kwijt. Omdat zij het regelen. Ja, dat is zo. Ik heb geen problemen een commissie af te staan aan galerieën. Ik werk met galerieën over de hele wereld. En daar betaal ik dolgraag commissie over. Dat is geen probleem. Maar ik merk dat je meer power hebt als je alles op één lijn hebt. Dus de galeriehouder en de kunstenaar en de
de marketingman die ik ook ben. Als die allemaal op één lijn zitten, dan heb je een heel krachtig kanaal. En dat, soms zijn de belangen tegengesteld tussen een galeriehouder en een kunstenaar. Bijvoorbeeld, een galeriehouder, als ik kijk de budgetten die ik steek in mijn promotie, dat zou een galeriehouder niet voor een kunstenaar doen. En een kunstenaar zou het weer niet echt mogen van zijn galeriehouder. En ik heb die conflicten niet. En dat geeft mij extra efficiëntie. Terug naar je kunst, tot slot. Waar ben je op dit moment mee bezig? Wat houd je op dit moment als kunstenaar bezig? Dus een kijkje in je creatieve brein op dit moment. Ja, ik ben steeds experimenteler bezig met fotografie van en met het verwerken van massaconsumptiegoederen. Ik ben wel redelijk gefascineerd door allerlei leuke, kleine, goedkope productjes. Ja. Alibaba-productjes. Daar zit ergens iets in wat mij triggert. En ik heb laatst bijvoorbeeld een dag in een fotostudio gestaan, een camera op plafond geïnstalleerd en een hele dag met speelgoed gegooid. Nou, daar hebben we landschappen van gemaakt. En daar zijn we weer allerlei interessante dingen mee aan het doen. Dus ik ben steeds experimenteler aan het zoeken naar nieuw soort beelden. Naar nieuwe beeldtaal die iets zegt over onze tijd van nu. En blijft het uiteindelijk in de uitingsvorm van een werk aan de muur? Of zou jij ook, ik kan me ook voorstellen dat dit zich uit in video-installaties of zoiets dergelijks. Ja, ik maak in steden, als ik billboards eraf haal, maak ik soms ook, laat ik werk achter. Dus ik had laatst een hele grote uitspraak, whatever, gemaakt. Nou, dat is eigenlijk weer een reactie op, misschien wel op de street art. En in ieder geval op reclame. En misschien ook wel op al die politieke leuzen die er hangen. Whatever. Dat is een beetje relativerend. Nou, daar maken we video van. En dan was dat het eindkunstwerk. Dus we zijn eigenlijk op allerlei manieren bezig. En dat zal niet alleen aan de muur blijven. Ik wens je succes de komende jaren. We gaan je in de gaten houden. Bram Reinders, dankjewel. Dankjewel, Ronnie. En dankjewel voor het kijken naar weer een gesprek hier op cvdtv.nl. Wil je meer zien? Volg ons op ons YouTube-kanaal. Voor nu, dankjewel. Hoi.